Niek, een trainer die meedogenloosheid predikt, zowel voorin als achterin, die moet bij de rust het stoom uit zijn oren hebben gehad bij een 0-2 stand. Want jullie hadden ook voor kunnen staan, als je achterin meedogenloos was geweest en voorin ook. Nou, ik denk het wel. Ik denk ook dat dat een term is die heel erg sloeg op vorig jaar. Waarin we vaak wedstrijden hebben laten lopen, duels lieten lopen. En ja, dat is iets wat een stuk beter moet. En vandaag was dat helaas wederom niet aanwezig. Is daar een verklaring voor? Nou ja, je begint de wedstrijd natuurlijk al heel slecht. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht. Je komt al na 1 minuut kom je met 1-0 achter. Was het volgens mij 1-2 minuten. Doordat je staat te slapen, denk ik. Bal die naar binnen wordt gehaald. Ja, dan vervolgens in de derde minuut kan je de 1-1 maken. Kom je 1-op-1 met de keeper van de tegenstander. Die gaat er niet in. Ja, en dan is het de kunst als spits om het knopje om te zetten en te wachten op je volgende kans. En dat niet in je kop te laten gaan zitten. En ja, helaas krijgen we daarna nog een aantal grote kansen in de eerste helft. En die weer verzilveren we niet. En ja, dan zijn we 2-0 achter in de rust. Ja, die spits, je zag in dit weer zijn vertrouwen bijna wegsmelten. Heb je hem in de rust bewust uit zijn lijden verlost? Nou ja, kijk, je hebt spitsen en spitsen. Ja? En de ene spits interesseert het zich helemaal niks. Hè? Riley Ignacio, die schudt een keer zijn kop. En vervolgens schiet hij de volgende bal wel tussen de palen. En Jeremy is een ander soort spits, maakt ook ieder jaar zijn goals. Ik vind het ook heel goedkoop om hem daar nou op af te rekenen. Maar Jeremy is wel een spits waarbij het in zijn hoofd gaat zitten. En ja, dan maakt hij zijn eerste niet, zijn tweede maakt hij niet, zijn derde maakt hij niet. Ja, dan op een gegeven moment ja, dan hebben we Barry op de bank zitten. En dan is Barry gewoon aan de beurt. Nu, volgende week naar Katwijk met 1 uit 2. Dat is niet het beste vooruitzicht. Nee, maar ja, vorig jaar hadden we 0 uit 2. Dus we hebben een puntje meer. Maar we hebben natuurlijk een zware start. AFC uit, Katwijk uit. 2 titelkandidaten. Ja, deze valt vandaag ons een beetje rauw op het dak. Want... als je achteraf bekijkt, en misschien bekijk ik het wel door een blauwe bril. Ik denk dat onze keeper heeft niet veel te doen gehad. En van de 6-7 ballen die hij op doel heeft gekregen, zaten er 4 in. 4 goede goals, overigens. En een balletje op de paal dan nog. Maar ja, wij schieten hem ook op de lat. En wij komen ook een aantal keren voor de goal. Nou, een aantal. Heel veel keren voor de goal. En wij maken ze niet. Dus ja, dat zijn de wetten in het voetbal. In ieder geval creëren we de kansen en volgende week als we ze weer zo creëren, dan schieten we er echt wel een paar meer in.